President Chandrika Prasad Santokhi heeft op dinsdag 2 maart 2021 een partij AstraZeneca COVID-19 vaccin in ontvangst genomen. De grote partij van 50.000 doses is door India aan Suriname gedoneerd. Dit als ondersteuning in het helpen beteugelen van de COVID-19 pandemie. Het staatshoofd gaf aan ingenomen te zijn met deze gesten van India. Gisteren is aangekomen op Sanderij. Een shipment van 50.000 doses vaccin, COVID-19, Covishield heet het. Het is hetzelfde wat ze in de wereld noemen AstraZeneca. Die is inmiddels goedgekeurd door de Wereldgezondheidsorganisatie voor gebruik. Dus er is toestemming om dat te gebruiken. Het is een donatie van de regering van India aan Suriname. 50.000 is een start, is een beginpunt, want daarmee kunnen we 25.000 personen dus vaccineren, omdat voor elke persoon heb je 2 doses nodig. We hebben het zeer gewaardeerd van India, omdat dit het enige land is op dit moment die vaccins doneert aan de wereld. Niet alleen hier, ook in het Caribisch gebied, ook in Zuidoost-Azië, ook in Afrika. Dus in dat opzicht moeten we de waardering uitspreken aan premier Modi van India, omdat hiermee een stukje solidariteit wordt gedemonstreerd wereldwijd. Terwijl we zien dat andere landen die veel meer middelen hebben, geldmiddelen, in Europa, ook in Noord-Amerika, hebben we die solidariteit niet gezien nog van het beschikbaar stellen van of het nou Pfizer is, of het Moderna is. We hebben alleen dus van India dat gaat. Dat is ook in het Caribisch gebied zeer gewaardeerd geworden. Het is belangrijk om dat te onderschrijven, omdat het principe dat we in het Caribisch gebied willen zien hanteren is dat al heb je niet genoeg voor je eigen volk, eigen bevolking, dan nog moet je die solidariteit tonen om een deel daarvan tenminste te delen. Barbados heeft dat gedaan. Barbados heeft in de tijd, ik dacht 50.000 gehad, ook van India. Ze hebben gemeend uit dat aantal, een aantal landen ook te geven. Zo hebben wij 1.000 doses ontvangen van Barbados. Dus dit is eigenlijk niet alleen een demonstratie van goede bilaterale relaties die we hebben met India, maar het is ook een demonstratie van leiderschap dat een land kan tentoonstellen in tijden van crisis en wanneer er hulp nodig is. Dus we zijn er blij mee en wij hopen dat we dus met India verdere overeenkomsten kunnen aangaan om meer vaccins of te krijgen of te kopen. Ik wil maar met nadruk zeggen dat de vaccins dus zijn goedgekeurd voor gebruik door de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat is wel voor ons belangrijk, omdat we wel natuurlijk zeker willen zijn dat wat voor vaccins we hier ook krijgen, dat ze gesanctioneerd zijn. En gelukkig is dat het geval. En ik hoop dat we hiermee een start maken om de effecten van COVID-19 een beetje te beheersen. Laat me duidelijk zijn, Barbados heeft ze ook van India gehad. Het is uit de donatie die Barbados eerder heeft ontvangen, dat ze een deel hebben verdeeld. Inderdaad, dus we hebben vanuit India dit nu gehad. We zijn ook onderdeel, ik neem aan dat u daarna refereert, van de COVAX Facility. Dat is een programma dat wereldwijd is opgezet om gelden bij elkaar te zetten, zodat landen op voorhand konden kopen. Dat is dus ook met Suriname het geval. We hebben begrepen dat uit de COVAX Facility er ongeveer
79.000 vaccins, doses beschikbaar gaat zijn. En als het goed is, moeten we nog deze maand ontvangen. Zodat we nog meer mensen kunnen vaccineren. En op basis van die faciliteit, naarmate je meer betaalt erin, krijg je dus meer vaccins ook richting Suriname. Maar ik hoop dat we dus inderdaad in staat zijn voor eind maart dat te ontvangen, zodat wanneer deze 50.000 zijn gebruikt, dat we dan door kunnen gaan met die vaccinatie. Overigens, er is een vaccinatieplan gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid op advies van de doktoren. En die plan wordt dat plan wordt nu dus uitgevoerd met de zorgverleners in de eerste plaats en dan essentiële groepen en dan nog anderen die eerst als eerste in aanmerking komen voor vaccinatie. Maar het is de bedoeling dat we blijven kijken naar zoveel mogelijk vaccin hier naartoe brengen, zodat we dus door kunnen gaan met het vaccinatieprogramma. Dit is een t-shirt wat gemaakt is eigenlijk meer om promotie eraan te geven door het ministerie van Volksgezondheid. Ik ben inderdaad vanochtend samen met een paar collega's van de Raad van Ministers gevaccineerd. Wij zitten in de groep van de essentiële, zeg maar, beroepen. Er moet continuïteit van bestuur zijn. Wij zijn ook erg onderhevig als een risicogroep aan een besmetting. Dus eerst zijn de zorgverleners aan de beurt geweest. Dat proces gaat voort. Dan beginnen ze tegelijkertijd met de andere groep. Dat zijn ons in dit geval. Ik zal binnenkort op reis moeten gaan. Dus dat is een andere reden waarom het belangrijk was dat ik alvast de eerste dosis krijg. Over 4 weken moet ik dan de volgende krijgen. Maar als ik naar het buitenland ga, er zijn heel wat regels die gelden omtrent binnenkomst en vertrek. Maar ook het risico dat je loopt. We willen niet een situatie krijgen dat de minister of besmet raakt en dan hier naartoe komt. Dus dat is de reden geweest. Het is goed gegaan. Ik geloof dat ik ben eigenlijk sinds het moment dat ik het ontvangen heb, na die korte rustperiode die je moet nemen van een half uur, ben ik continu bezig geweest. Dus ik merk nog niet veel ervan in termen van bijwerkingen. Misschien komt het later. Maar zolang ik bezig ben, dan voel ik me lekker. Het is nog niet helemaal duidelijk. Langzaam beginnen we ervaringen te zien, zoals in Israël, waarbij men zegt, als je eenmaal een vaccin hebt ontvangen, dan ben je immuun. Die studies moeten nog verder voortgezet worden. Dus op dit moment, al ben je gevaccineerd, het betekent nog niet dat je niet in quarantaine hoeft of dat je niet je mondkapje op moet hebben en zo. Voorlopig gaat dat blijven. Het belangrijkste is dat er wel eisen gesteld gaan worden dat degenen die gevaccineerd zijn wel zo'n kaartje bij zich hebben, een soort pasje, dat u bent gevaccineerd, zodat mensen weten dat er minder risico is, om het zo te zeggen. Nou, dit soort is net als het gele koortsboekje, waarmee je verplicht bent te reizen. Ik neem aan dat in de toekomst dat ook zal gelden voor COVID-19. En naarmate het duidelijker is dat als je eenmaal gevaccineerd bent, dat het dus voor een lange periode is, dat dan waarschijnlijk een aantal zaken niet meer hoeven. Maar dat zullen we zien. Dat is de ervaring die nog moet worden opgedaan.